De afgelopen weken hebben we het veel gehad over osteopathie en wat dat nou precies inhoudt. Vandaag heb ik een gesprek met Danny van der Ven van Osteopathie Walenburg en hij heeft een hele bijzondere patiënt. Hi. Je bent osteopaat hier in Rotterdam. Klopt. Zou je mij in kort uit kunnen leggen wat osteopathie inhoudt? Ja, osteopaat, iemand komt binnen met een klacht. Dan gaan we kijken wat is daar lokaal aan de hand. En dan gaan we vervolgens kijken, oké, je hebt die lokale klacht, waar komt dat vandaan? Dus we gaan eigenlijk kijken naar het hele lichaam, daar waar de oorzaak kan liggen van een klacht. Je hebt niet zomaar een patiënt, Marichelle de Jong. Jij staat op 1 in de wereldranglijst, hè, in jouw gewichtsklasse. Bokser ben je. En wat is jouw relatie met Danny? Als ik iets belangrijks heb, een toernooi of een wedstrijd, dan bel ik Danny op voor een afspraak. En dat is wel 1 keer in een maand of 1,5 maand. Dus ja, tot sporten moet je je lichaam natuurlijk heel goed onderhouden. En daar zit Danny een heel belangrijke persoon voor mij. Waar heeft Marichelle nu last van op het ogenblik? Ze is nu net binnengekomen met klachten van de hamstring en de aanhechting, met name op het bekken. En last van de rug. En we gaan zo eens even kijken van wat er allemaal aan de hand is en waar het vandaan komt. Danny, wat kun je nou voor bijvoorbeeld Marichelle betekenen? Bij topsport is het heel belangrijk dat je lichaam goed functioneert. Op het moment dat er een bepaald deel in je lichaam minder goed beweegt, dan kan dat net het punt zijn waardoor je net een klap wel krijgt of net een klap niet kan uitdelen. Dus net een veranderde draai, net een veranderde stand bepaalt net wel of dat je in je gezichtsveld die klap krijgt of die klap net niet krijgt.